De Stichting Reïntegratie Ex-Militairen is bezig met het resocialiseren, trainen en begeleiden van ex-militairen, inclusief zij met een handicap, zodat zij de nodige middelen hebben om een volwaardig bestaan te hebben binnen de maatschappij. Het is zo in ieder leger dat de militairen wanneer ze afzwaaien of met ontslag zijn of vanwege een of andere reden niet meer actief in de dienst kunnen zijn, dat ze ergens moeten kunnen aankloppen voor die hulp. Daardoor is er dus erover nagedacht om deze stichting op te zetten en om deze groep militairen dus dan vanuit een professioneel ooghoek verder te begeleiden. De begeleiding die ze hier krijgen is dat er nagegaan wordt nadat er geregistreerd is wat hun status is, maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk. En daarna worden ze dus dan geselecteerd en je hebt dus dan een groep die dan geresocialiseerd wordt. Ze worden weer klaargemaakt om terug te gaan in de maatschappij. Je hebt de andere groep die dus dan dat niet zou kunnen omdat ze misschien oorlogsgewonden zijn. En voor die bestaat er dus dan een andere mogelijkheid om zichzelf te bedruipen. De manier waarop we dat doen is dat we ze dus dan weerbaar maken voor de maatschappij door ze dan trainingen aan te bieden. En het ligt dus dan in de bedoeling dat met de opgedane trainingen men dan aan de bak kan gaan in de maatschappij. En waar wij dus dan kunnen voorzien om die verbindingstukken voor ze te maken met de sector, de private sector, de particuliere sector. Dan komen wij dus daar eigenlijk in. In 2007 is de Vereniging voor Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen in het leven geroepen om het nood te lichten voor de ex-militairen die hebben deelgenomen aan de Binnenlandse Oorlog, welke heeft geduurd van 1986 tot en met 1992. We zien dat ze in de steek zijn gelaten, om het zo te zeggen. En we hebben toen direct een aanpak gevraagd van de regering in 2007. En die aandacht is gekomen. En vanaf toen zijn we dus dan bezig met de vereniging. We zijn bezig, op het ogenblik bezig met landbouw. We hebben daarbij ook een landbouwcoöperatieve vereniging. Houtskoolverwerking, veeteelt. Maar dat deden we nog niet in grote schaal, omdat we die opleidingen daarvoor nog niet hebben gevolgd. Maar die gaat maandag aanstaande van start. Dus daar starten we maandag met een opleiding voor veeteelt. De vereniging is onlangs gestart met een opleiding pluimvee, welke aangeboden is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het ministerie heeft de vereniging sinds 2009 een tal van trainingen aangeboden, waaronder plantenvermeerdering, en een aantal leden hebben de kennis ondertussen toegepast in de praktijk. Meneer Gemers is daar één van. Hij doet aan landbouw en heeft alles zelf opgezet. Ik heb gediend vanaf 1986 tot 1992. Van huis uit was ik kapper, toch? Ik ben het werk gaan doen. Maar naarmate de tijd, de leeftijd gaat, dan heb ik het ingelaten. Ben ik gewoon landbouw gaan doen. Oké, okay, van. Natuurlijk ook dag zo. Wat is de grote rol van jij? Dat hier onder water gaat, dus zijn we toch zo goed voor het water. Ik heb die training van Defensie gevolgd, die plantenvermeerdering, plantenkasten en plantenvermeerdering. Dat was goed ding. Dat ze ons stimuleren om wat voor onszelf te doen. Ja toch? En ik heb werk van gemaakt. Ik heb werk van gemaakt. Ik heb planten gemaakt. Ik deed eerst kruiden en tekenkruiden, kiekenkruiden, teenkruiden, groenteplantjes, peperplantjes, slaasoorten en dat soort dingen. Maar toen ik die training heb gevolgd, heb ik overschakeling gemaakt van die kruiden naar die citrusplantjes en planten vermeerderen. Dat is het zo'n beetje. Het belang van deze vereniging is dat deze jongens, doordat ze in de Binnenlandse Oorlog hebben gevochten, getraumatiseerd zijn geraakt. En zijn ze dus als het ware de kluts kwijtgeraakt. En we willen ze weer meenemen in de maatschappij. Dus dat is eigenlijk ons doel, het doel van deze vereniging. En we willen ze zelf voorzienend maken om niet elke dag hun hand open te houden voor een 200 gulden die ze krijgen van de stichting of over straat bedelen en zo. We willen ze gewoon zelf voorzienend maken. Zo,
lekfa ushi Lucas aka programma ta ba televisie da mi hobi di asan sa we shi sami edu for sa training sam folok na stekte na zorg da abi tegi a so gi ba kami fu du sa me du ga lugu ala sa me prani in patu in cup in play in sati next na in abi gi gorong ma in du sa ni na training sa yu ki si sa yu leri da mi ding da di da na sa wo shi dan mi ding dati asana doa stimulasi junu u alamala ex militaire so langa watrien de nana soro u potune u go fu fola watrien de kabir fe khler miler furu mi berek furu nu dus at kan asa mi mang wala mala bus madu. De vereniging telt ongeveer 1800 leden. Een aantal ex-militairen en veteranen die een opleiding genoten hebben zijn drastisch veranderd. Zij doen aan landbouw, veeteelt en sommigen zelfs aan beveiliging.